Yes! En ik heb heel veel laten zien de afgelopen weken. Van sportactiviteiten op het water tot en met lekkere dineren. Ik heb je nog niet laten zien hoe je zelf heerlijke Caribische gerechten kunt voorbereiden. En daarom ben ik vandaag hier. Want ik ga kooklessen nemen. En ik heb zin om te beginnen. Ja, zal je nog wel eens wat? Nooit geweten dat er in mijn tuin dit soort... Ja, wat is het? Plantjes groeien die je kan eten. Ja. Hij wordt opengemaakt en 3 keer gestoken. Je hebt heerlijk kokoswater. Mogen we nu 1 gerecht uitzoeken die we zelf gaan maken? Ik heb gekozen voor de green papaya salad. Ik heb gekozen voor de ceviche. Gaat prima. Jalapeño. Gevonden. Dit is gewoon makkelijk. Voor beginners ook. Kijk, dat is een geheime formule. Daar ga ik niks over vertellen. Want beleef het zelf hier op Curaçao bij Helmi. Hè? Beleef het zelf. Kom hier naartoe en ik kan dit allemaal zelf doen. Dus ik ga er niks over verklappen, maar mijn dressing is klaar. En we gaan nu alles mooi maken. Nu is het tijd om te eten. Ik kan het niet laten. Ik moet je toch een hele mooi gebied laten zien. In de laatste editie. En dat is namelijk de Mamba Boulevard. Winkels, restaurants, strandjes, beachclubs, noem maar op. Van alles te doen in deze omgeving. Ja, daar ligt een van de mooiste baaitjes hier op het eiland. Zijn er genoeg? Als je natuurlijk hier komt en je hebt geen zin om te eten, je wil niet shoppen, maar je wil gewoon lekker lang uitliggen on the beach, dan is dat uiteraard ook mogelijk. Zo'n strandbedje, je pakt er een en je gaat gewoon lekker lang uitliggen. Het zijn hele leuke mooie stranden in Curaçao. Lekkere beachbars waar je lekker cocktails kunt halen. De sfeer, de mensen, ja, je kan je eigen taal praten, dus dat is wel. Het is perfect hier. We vinden het jammer dat we morgen naar huis moeten. Ja. Als je wel wil eten, dan kan dat natuurlijk ook. Ik heb zo even snel zo'n 7 restaurants geteld hier op de boulevard. De tafels staan zeker, ik denk wel ruim 2 meter van elkaar af. Dus ik zou zeggen, het is ook nog eens heel veilig om hier lekker te vertoeven, lekker te eten, zonder bang te zijn. Geweldig. Alles is te vinden hier op de Mamba Boulevard. Yes, en zo komen we aan het eind van een serie van 10 geweldige vlogs over onze douche Curaçao. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar de vlogs, voor het downloaden van de mooie Douche Stay app. En natuurlijk nodig ik jullie allemaal uit om Curaçao in het echt te komen bezoeken. Tot ziens. Of zoals wij zeggen, te abero. Ciao.